Mijn naam is Yves. Bij Microsoft ben ik een sales persoon die zich uitsluitend focust op het verkoop van onze internetdiensten voor bedrijven. Cloud computing voor bedrijven. Het onderwerp vandaag bij IT'ers, bij bedrijven die IT-diensten afnemen, is inderdaad absoluut cloud computing. Het is een droom geweest van mij, 12 jaar geleden, om voor Microsoft te mogen werken. Op dat moment, om heel eerlijk te zijn, I couldn't care less about what they would pay me. Wat ons, denk ik, bij Microsoft heel hard typeert, is passie voor Microsoft. Ik moet ook zeggen dat wij bij Microsoft bijzonder geholpen worden door ons management. Wat ik persoonlijk ook bijzonder aantrekkelijk vind aan werken bij Microsoft is het teamwork. De internationale contacten die je toch kunt opbouwen en onderhouden. Microsoft is een bedrijf dat nog steeds aan het groeien is. Maar Microsoft is vooral een bedrijf waar een sfeer hangt die ik eerder zou durven vergelijken met een KMO. Wat ook bijzonder typerend is voor Microsoft is de vrijheid die je krijgt als werknemer. Vrijheid in die zin dat je volledig zelf kiest van waar je werkt en wanneer je werkt. Zelf heb ik 3 kinderen, 3 dochters. De leeftijden liggen ver uit elkaar, met dat gevolg dat mijn 3 kinderen allemaal op een andere school zitten. En ook daar is dat geen enkel probleem, dankzij de cultuur die heerst bij Microsoft, dat ik inderdaad ook elke morgen 1 van de 3, of soms alle 3, naar school kan brengen. Als het morgen mooi weer is en het gras staat te hoog en het is 2 uur, ja, waarom zou ik mijn gras niet kunnen afrijden? Persoonlijk ben ik bijvoorbeeld ook iemand die heel graag jogt. En inderdaad, het gebeurt heel vaak dat ik zeg, kijk, ik stop even met werken, ik ga een uurtje gaan lopen. Ik moet zelfs zeggen, de beste ideeën heb ik wanneer ik aan het lopen ben. Het zou toch verschrikkelijk spijtig zijn, alleen al om die reden, dat Microsoft mij niet de kans zou geven om te gaan lopen tijdens de werkuren.